Ja, het spijt me heel erg, Wit-Nederland. Maar die geliefde gouden koets van jullie verdwijnt toch echt eindelijk in het museum. Ja mensen, ik ben Find the Creator. En ik ben vanochtend wakker geworden met het meest geweldige nieuws wat er is. Namelijk dat de gouden koets hoogstwaarschijnlijk in een museum terechtkomt. En daar lekker blijft. Ja, over de jaren heeft die gouden koets natuurlijk verschillende functies gehad. Een van de redenen die wordt aangehaald is, ja, het is eigenlijk een kunstobject. Wat heel wat jaren ook met belastinggeld wordt onderhouden. Maar een kunstobject wat één keer in het jaar op Prinsjesdag wordt gebruikt, hoort dat op straat terecht. Nou, dat is één redenatie die er is. Nou, ik vind van niet. Hè? Nogmaals, het gaat hier niet om het herschrijven van de geschiedenis. Maar waar het wel om gaat is, als je met je geschiedenis dusdanig wilt pronken, anno 2020, waarvan inmiddels een grote groep van mensen opgestaan, het zij de zwarte mens, en die zeggen, nee, want die achterlijke tekeningen die ooit op die gouden koets terecht zijn gekomen, want daarom klagen we, ja? Hulde de koloniën. Heb je de afbeelding gezien? Het hoort niet meer in deze tijd. En daarom vind ik het gepast dat na die restauratie in ieder geval dat ding in een glazen kist terecht zal komen in een museum. En wat mij betreft mag die gouden koets daar blijven. Het is een beslissing die onze koning maakt. En als deze koning echt een koning is voor alle Nederlanders, zou hij snappen dat de juiste plaats voor een kunstobject, want mensen, we hebben het over kunst, voordat ik word aangevallen, hè? Voordat de monarchie wordt aangevallen, mensen, we hebben het hier over een kunstobject. En het is wel een object in de geschiedenis wat van grote betekenis is. Dat ben ik hier niet aan het ontkennen. Maar wat nog groter van betekenis is, is als we vandaag de dag kunnen zeggen tegen elkaar, weet je wat, we gaan dit nu anders doen. We zijn bereid om het anders te doen, eventueel bereid om verlies te nemen. Zelf vind ik het wel een imposant dingetje hoor, die gouden koets. Ja, van mij is niets met goud bekleed hier in huis. Maar het is op zich een heel mooi, prachtig object. Maar ik kan op Prinsjesdag niet fijn kijken naar het voertuig. Ten eerste krijg ik serieus de zenuwen. Ik krijg serieus de zenuwen omdat ik het vermoeden heb dat het ding elk moment uit elkaar valt. Maar kennelijk zit het stevig in elkaar. Ik ben altijd bang dat de een of andere idioot ook maar iets raars uitvreet met die koets. Ah, ik weet niet hoe gepantserd dat glas is van die gouden koets. Ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik vond het sowieso al een beetje een vreemd object om je koning Prinsjesdag door die gouden koets. Nee, ook als er genoeg beveiliging aanwezig. Maar los daarvan. Wat op dat ding ook aanwezig is. Het is in het Surinaam zeggen je jaft. Je jaft met dingen waar je niet mee moet opscheppen. Nee man, het verleden is het verleden. Maar we gaan onze toekomst echt anders vormgeven. Dus die gouden koets die blijft ook echt wel in het museum. Die blijft ook echt wel in het museum. Want dat is waar we dergelijke kunstobjecten een respectvolle plaats kunnen geven. De zwarte gemeenschap, of eigenlijk iedereen die geleid heeft aan het kolonialisme, dat we daar genoegen mee hebben. Dat is waar het hoort in musea. Mensen, dit is mijn mening. En ik weet dat mijn mening absoluut een reactie gaat veroorzaken. Dus ik zou zeggen, laat in de comments hier beneden een reactie achter. Want het is eindelijk zover dat die gouden koets, ja, in het museum terechtkomt. Find the Creator signing off. Ik zie je bij de volgende video. Like en subscribe. Goodbye, gouden koets.